Ontspoorde zorg is als bijvoorbeeld bij een echtpaar een van beiden gaat dementeren en de ander het niet meer aan kan op een gegeven moment. En daardoor of de ander gaat verwaarlozen of kleineren of financieel misbruik gaat maken van de situatie. Dat noem je ontspoorde zorg. Mensen doen dat niet expres, maar weten zich vaak geen raad meer. Zijn overbelast, zijn zelf ook niet meer zo gezond. En dan gaan wij kijken met bijvoorbeeld een echtpaar van hoe kunnen we de mantelzorger ontlasten. Zodat het voor beiden weer een beetje leefbaarder wordt. Want het wordt voor mantelzorgers op een gegeven moment ook heel erg zwaar. Absoluut, absoluut. En mensen zijn van goede wil, maar kunnen het niet meer aan. Of een andere situatie is dat er al heel lang iets rommelt in een gezin. Hè, tussen ouders en kinderen of tussen man en vrouw. En dat dat naar boven komt op het moment dat mensen fysiek of geestelijk gaan aftakelen. En dan ook zoiets hebben van ja, maar ik wil dit niet, ik kan het niet meer opbrengen. We zien ook wel stellen hier komen die dan willen gaan scheiden op hun 80ste. Omdat ze de zorg voor elkaar niet meer aankunnen. Hoe behandelen jullie geweld tegen ouderen? We gaan om te beginnen proberen met allebei de partijen te praten. En te kijken of we van beide het vertrouwen kunnen winnen. En mensen ook het gevoel geven dat we daar niet zitten als een soort politieagent, maar echt om mensen te ondersteunen. En te kijken hoe we het voor iedereen weer leefbaar kunnen maken. Denkt u dat er meer oudermishandeling is dan er gemeld wordt? Ik ben ervan overtuigd dat wij maar een fractie zien van wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus ik kan me dat voorstellen en ik hoop gewoon dat mensen die schaamte overwinnen en hulp gaan zoeken. Want vaak, dat zie je, vaak valt er een last van mensen hun schouders als ze erover gaan praten. Dus u zou hierbij een oproep kunnen doen aan mensen om zo snel mogelijk ermee naar voren te komen? Absoluut, absoluut. En er ook bij vermelden dat mensen zich veilig kunnen voelen als ze ons bellen. En dat kunnen ook buren zijn die anoniem iets melden. Huisartsen weten ons vaak al wel te vinden. Maar mensen die daarmee te maken hebben in hun familiekring, die kunnen echt rustig bellen. Wij zijn er echt om mensen te ondersteunen, beide partijen, en om te kijken hoe we samen een oplossing kunnen vinden.